welkom bij weer een hele bijzondere, ontspannen aflevering. We gaan iets anders doen. 5 weken lang hebben we het Away Spa tot onze beschikking. En elke week nemen we een hele bijzondere gast mee. Deze week is dat Gwen van Poorten, mijn collega, maar vooral goede vriendin. Afgelopen jaar stopte ze bij BNN en ging ze haar eigen imperium opbouwen. Hoe zal het nu met haar gaan? We gaan achterkomen. Hey Gwen, welkom. Ja, dankjewel. Wat ga ik godsnaam doen? Ja, wat gaan we doen? Dankjewel dat je hier bent. Ten eerste, ik heb je gewoon gemist. Ik heb jou ook gemist. Waar ben je in godsnaam allemaal geweest? Wel even posten. Oké. Cheers. Ja, weet ik niet. Ja, het is altijd awkward bij mij. Ik ben... Ja, ik weet dat dus ook niet meer zo goed. Ik weet al waar ik de laatste maand ben geweest, maar daarvoor... Het was gewoon een hele hectische... Een hectisch half jaar, want ik ben weg bij BNN, waardoor ik heel veel vrijheid heb. Mm-hmm. Dus... Tussen alle programma's door. Ik kan nu heel veel zelf inplannen. Dus alles wat ik doe, plan ik om dingen heen waar ik ook heel veel energie van krijg. En nu kan ik ook gewoon veel reizen. Maar ook voor werk? Ook voor werk. Maar dat combineer ik dan. Ik moest voor Atlanta, was ik voor Coca-Cola. En toen dacht ik, hey, ik ben nog nooit in New York geweest. Mag ik ook dan naar New York? Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Oké, dus je bent naar New York geweest. Je bent naar Atlanta geweest. Je bent naar Brazilië geweest. Oh, ja, ook voor nog. Voor Free Girl. Ja, ja, dat was echt heel intens. En heel, ik wilde al heel lang met een goed doel samenwerken. Mm-hmm. Omdat ik, weet je, dat weet je ook. Hele bereik en volgers en zo. Dat is allemaal best wel. Ja, dat is best wel... Nou, niet leeg, maar het is heel fijn dat je er wat goeds mee kan doen. Ja. Dus ik had al heel lang contact met Free Girl en die zeiden, hey, we hebben een project in Brazilië, wil je dat bezoeken? Dat heb ik gevlogd. Nou, dat was achteraf best wel intens. Wat een jaar. Ja, het is een heel gek jaar. Leuk het, ook. Het is superleuk, want ik heb wel echt, ja, het eerste half jaar zat ik nog bij BNN en toen mocht ik de tafel van Spuit en Slikken presenteren. Wat ik heel graag wel wilde, maar wat niet helemaal echt goed paste. En allemaal andere dingen die ik voor BNN heb gedaan, maar daar liep het wel een beetje af. En uiteindelijk in het diepe gesprongen in het afgelopen half jaar. Ik heb je echt zien opbloeien. Ja, ik ben echt heel blij. Echt? Maar dat, ja. Want, het is, want wat ik gezien heb is zo van, jij bent gewoon helemaal in je kracht gaan staan. Ja. Dat vind ik echt. En je super dapper ook, weet je, gewoon daar doorheen. Maar ook heel veel, want je vliegt alle kanten op. Ja. Ben je ook niet gewoon heel moe? Ja, ik ben heel moe. Ik ben heel moe. Nou, ik had wel ook, want ik zou dus eigenlijk weer weggaan in december. Ja. En toen zei ik, ik wil echt niet meer weg, want ik hou heel erg gewoon van thuis zijn. Ja, december zeker. Ja, maar you love Christmas. Nou, ja. Ik zou dus weg zijn. Ik zou echt in Miami zitten. Toen dacht ik, mazzel, hallo. Ja. Daar is het gewoon... Ik was ook in Aruba op een gegeven moment. Ik was helemaal klaar mee. Ik zie al die kerstbomen, ik zie rotten op. Je hebt niet echt sneeuw, nee. Is niet echt. Nee. Oké, nou, we gaan de vrijheid pakken en ontspanning. Want we hebben een privé spa tot onze beschikking. Ja, dat is niet normaal. Dus we kunnen letterlijk alles doen. We kunnen in de jacuzzi, we kunnen in de sauna, we kunnen in het zwembad. Even ontspannen. Nou, dat vind ik klaar een hele voor? Goede. Ja, ja, fijn. Dankjewel. Pak. Aan. Ja, de glas mee. Lekker in december in je badpak. Super jongens. Oh my god. Oeh. Oeh. Het zijn ook wel... Het voelt ook wel een beetje zo met van die zinjes zo. Dat is zo chic. Ik kan hier wel een leuk feestje geven. Dat mag niet, denk ik, hè? Okay. Vraag. Nooit meer kerst of nooit meer puppies. Oeh. Ik ken jou. Het is hard. Nou, ik denk dat ik het wel weet. Ik denk... Ja. Nooit meer kerst. Oh. Ja, maar kijk. Ik dacht dat wij een dingetje hadden. Dat wij een soort van 365 dagen. Ja, maar luister. Als je zo'n hond hebt, dan heb je gewoon 365 dagen per jaar knusheid. En wie zegt dat ik niet zelf kerst kan vieren? Ik vier sowieso niet echt veel kerst maar je met mag anderen. Echt niet meer. Mag dus ik ook geen niet zelf vieren? Je mag geen kerst vieren. Kijk, ik denk toch dat ik onder Download een puppy als rendier kan verkleden. Zonder dat mensen in door. De kelder. Stiekem. Wat is je ergste fobie? Nee, hou op. Ja, maar ik weet niet of ik dat moet zeggen. Want ik ben bang dat mensen me dan plaatjes gaan sturen. Die mag je niet meer volgen. We gaan volgende vraag. Oké. Meest vreemde website die je ooit hebt bezocht, weet ik misschien ook al. Om. Weet je nog die ene website? Welke? Die je me stuurde. Nee, ik weet niet. Je zei, ga nooit, dat was een hele lief advies, ga nooit met blote voeten meer op televisie. Dat is zoiets zei. Oh ja, Wikifeed. Nou goed, lang verhaal. Goed, ik moet wel even rustig doen met die champagne, want ik ben echt, je hebt geen één shot dat ik niet aan het lurken ben. Oké, ik doe het gewoon nu even zo. Hoe vaak
heb je gespeeld met de gedachte om je Instagram-account te verwijderen? Wow! Ja, vaak. Heel vaak. Vooral ook, ik kom net terug van vakantie en ik zet dan echt mijn telefoon uit. Want geloven mensen. Ik zou het niet geloven, maar ik vind het heerlijk. Ik kan jou ook niet WhatsAppen. Oh nee, dat vinden mensen ook stom. Ja, heerlijk, geen telefoon. Dan kom ik terug en vandaag ook. Ik moet dan een hele hoop shit doen. Mm-hmm. En dan ben je toch steeds, ga je daar naartoe, je doet niks. Het zorgt voor frustratie. Ik haat het. Eigenlijk de hele tijd wat iedereen doet is... Weet je, mijn leven is zo leuk. Ja, uit een intrinsieke onzekerheid, denk ik. Top. Het is niet iets, wat kun je nou zien op Instagram waar je een goed gevoel van krijgt? Vakantiebestemmingen, maar je bent niet op vakantie. Andermans kinderen, honden. Jennifer. Ja. Ja, oh, absoluut. Absoluut. Maar hij doet het, dat vind ik dus wat mensen te weinig doen. Ja. Wat ik heel graag zelf meer wil, is, en jij bent er ook heel goed in, uit je hart iets doen. Soms wel, maar als ik onzeker ben niet, dan zie je gewoon... Maar je doet iets dat je denkt, net als dat het beste van Gwen wat ik doe, dat komt uit mijn hart. Ja, dat zie je. Dat merk je bij mensen, maar je hebt ook heel veel perfecte shit zonder ziel waar je niet blij van wordt. Dus ik denk daar heel vaak aan, maar ja, eerlijk, het is ook gewoon business. Benen, dat is wel leuk. Benen zo lang als je vingers of vingers zo lang als je benen. Vingers zo lang als je benen. Dit zijn je benen? Of dit zijn je benen? Dit zijn je benen? Oh, goed. Nou, ik kom al aardig dicht bij de grond, maar dan wordt het wel heel eng. Nee, dan word je zieke enge dwerg. Wat zou je moeten kiezen? Nee, even mijn vingers. Als je langs je benen? Ja. Oké, wat is je grootste onzekerheid? Mijn grootste onzekerheid is, oprecht weet ik, dat ik uit mijn enthousiasme te veel ruimte van andere mensen inpik. Dus ik ben heel vaak gewoon echt fucking enthousiast. En dan zit ik in de auto terug en denk ik... Ik heb niemand anders laten praten. Met wie was ik? Ja. En dat doe ik niet omdat ik egoïstisch ben. Maar ik ben gewoon heel enthousiast. En dan denk ik soms wel eens... Dan ben ik die chick die dan... Ja, ik had dit en dit. Ja, dat had ik ook. En dan denk ik, oh god, heb ik die groene te weinig ruimte gegeven. Wat is de meest spirituele ervaring die je ooit hebt gehad? Nou, ik geloof in de wet van de aantrekkingskracht. Ja, I know, the secret. Ja, the secret. Maar dat gaat nog veel verder dan dat. Maar ik geloof er heel erg in dat als je lekker in je vel zit en positief bent, dat je ook alles aantrekt. En ik merk gewoon heel erg, ik kan niet heel concreet zijn daarin, maar als ik lekker in mijn vel zit, dat alles waarvan ik droom... Dat uitkomt, concreet, precies zoals ik het in mijn hoofd heb. Zoals? Nou, eigenlijk mijn hele carrière tot nu toe heb ik precies zo uitgedacht. Wist ik veel jonger, maar dit was precies hoe het ging worden. Waar ik heb gewoond en ja, dat is eigenlijk ook zo van naald in een hooiberg gaat. Nou, ja, maar ik geloof heel erg in, ja, niet per se, je hoeft het niet God te noemen of de universum of dat er iets is. En ik geloof, maar eerlijk. Besef even dat wij in vloeistof zwemmen, waarin we kunnen zweven, dat bloemen kunnen groeien, dat je baby's kan maken, dat soort shit is ook magic. Dat is crazy. Wie zegt dat de shit die wij niet kunnen zien er ook niet is? Ik geloof het wel. Oké, deze is leuk. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen over je eigen vraag. Eén en laatste. In een bioscoop, welke armleuning is van jou? Allebei. Oké, laatste vraag. En deze kan je op twee manieren beantwoorden. Welke gebeurtenis in je leven heeft de grootste impact op je gehad? Op wie je nu bent. Op je gehad wie je nu bent. Ik denk twee dingen. Ik denk het bij BNN komen en het weggaan bij BNN. Omdat het BNN heeft mij alles gebracht. Heel veel geleerd. Super veel ervaring opgedaan. Vervolgens ook geleerd wat ik niet wil, wat net zo belangrijk is. En nu merk ik het afgelopen half jaar dat ik een soort van tunder leven heb waar ik vet gelukkig van word. En dat ik denk, ja, met al die ervaring die ik heb, ik durf nu nee te zeggen tegen dingen. En ik durf risico's te nemen. Dus ik denk dat die allebei die dingen, al is het net pas een half jaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, begin dit jaar ging ik alleen op vakantie naar Bali. Dat lijkt echt 3 jaar geleden. Kan ik wel alleen maar praten? Snap je. Oh, ik vind het zo lief met jou, my god. Ja. En het lijkt een heel gezellige klus te eindigen. Ja. Maar we gaan nog even afkoelen. Ja, ik had al zo'n idee, want ik heb iemand net horen schreeuwen. Oh, wat erg dit. We gaan het doen. Nog
één slokje champagne nog gaan? Ja, ik grijp toch steeds naar dit glas. Oh mijn god, wat is dit?